Heel wild. Sta ik in de keuken aan het gasfornuis in de pannen te roeren, dan vraagt mijn vrouw soms: Ben je aan het koken? Mijn standaard antwoord is nee de tuin aan het omspitten. Een poging tot humor, omdat ja te gemakkelijk is en waar het lijkt het op, te bitsig klinkt. In ons huis ben ik toch al de boeman, dus elke lach die ik om het even bij welk gezinslid op de lippen krijg, is meegenomen. Al ligt ze zelden in een deuk. Mijn zoons even min. Pap, jouw humor hè? Die is zo slecht. Nee, jullie trekken volle zalen. Hetzelfde als we s'avonds op bed liggen en nog wat lezen. Slaap je al? Klinkt het dan. Ja, zeg ik. En ook in het kwartier daarvoor communiceerden we op die manier. Of beter, ik met haar. Ik ga bed. Waarom? Omdat ik klaar wakker ben. Ik kan het ook niet laten als ik met een handje vol aardappelen uit de schuur kom en een van mijn zoons vraagt of ik die voor het eten zijn. Nee, die gooi ik één voor één tegen de muur. Het is een beetje mijn humor. Daar kun je wat van vinden of het slecht is of heel slecht, maar ik vrees dat dit is wat ik ben: iemand die zulke antwoorden geeft. Leuker wordt het niet. Mijn vrouw is er inmiddels aan gewend. Er zit ook weinig anders op. Al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze het nu en dan wel grappig vindt. Ook al weet ze wat er komt, toch vraagt ze elke keer als ik met of zonder kind de deur uit ga. Doe je voorzichtig? Nee, ik doe heel wild.